vandaag wat de rechter daarvan vindt. Ja, inderdaad. Het gaat om fraudegevallen tussen 2014 en 2017. En er is toen in totaal voor minstens 4 ton met businesscards gereisd, terwijl er eigenlijk helemaal voor niks betaald werd. En dat blijkt uit cijfers die het AD vandaag heeft opgevraagd. Vooral een stel uit Den Haag was er heel erg bedreven in. Ze richtten een aantal bedrijven op die maar een paar maanden bestonden. En op naam van die bedrijven werden 90 businesscards aangevraagd, waarop voor in totaal voor 191.000 euro moet ik zeggen, is gereisd. Ook werd er op grote schaal gefraudeerd met geld terug bij vertraging. Mensen met een OV-studentenkaart die hoefden tot voor kort namelijk niet in en uit te checken. En daardoor konden soms geld geclaimd worden voor reizen die wel vertraagd waren, maar die mensen dus helemaal niet zelf gemaakt hadden. Inmiddels heeft de NS een fraudebestrijdingsteam in het leven geroepen. Dus als het goed is, dan gaat dit in de toekomst niet meer gebeuren. En dan.